Hallo, daar ben ik weer. We doen weer rekenen met Wiswijs deze beide boeken. En van beide boeken de bladzijde 26 en 27, het is les 13. Iemand gaat poffertjes bakken voor groep 4. En voor die klas 30 kinderen heeft ze nodig 1 pak mix, 2 eieren en 5 kopjes melk. Roeren, roeren, roeren in de pan en aan de gang. Maar die juf die zegt, die poffertjes zijn zo lekker, ik ga er niet 30 maken. Nee, ik ga er 120 maken. Jeetje, had ik geen zin in gehad. 30. 30 is 60. 30 en 30, dat zijn er 120. Dus wat hier staat is voor 1 klas van 30. Wat hier staat is voor 4 klassen van 30. Nou, dat is makkelijk. Kijk. Hoeveel pakken mix zijn er nodig? Voor 1 klas 1 pak, voor 4 klassen 4. Hoeveel eieren zijn er nodig? Voor 1 klas 2, voor 4 klassen 4 keer 2 is 8. Hoeveel kopjes melk zijn er nodig voor 1 klas? 5. Voor 4 klassen, 4 keer 5 is 20. Dat wisten wij wel. Wat gaan we nu doen? Eerlijk delen. Nou, wij zijn altijd eerlijk. Hoeveel poffertjes krijgt ieder kind? Moet je kijken, 120 poffertjes. 120 poffertjes. Hoeveel kinderen zijn er? 4 van de basisgroep en 6 van de oranje groep. 4 en 6 is 10. 120 poffertjes over 10 verdelen. Weten jullie de tafel van 10 nog? Denk maar even mee. 8 keer 10 is 80. 9 keer 10 is 90, 10 keer 10 is 100. Let op, 11 keer 10 is 11 met een 0, 12 keer 10 is 12 met een 0. Hé, hoeveel krijgt ieder kind? Ieder kind krijgt er dus 12, lekker. Deze sommen, daar moeten we rekenen. Ik ga even poetsen. Yes. Ik koop 4 pakken mix. 1 pak mix kost 50 cent. Ik koop er 4. Ik koop 4 pakken melk. 1 pak melk kost 60. Ze zegt dat ze er 4 koopt. Ik koop 10 eieren. 1 ei is 6. Ze koopt er 10. Nou, we moeten nu voor kassa spelen. 4 keer 50. 50 en 50 is 100. 100 en 100 is 200. 4 keer 60. 60 en 60. 100. 20. 120 en 120. Ik moet even rekenen hoor. 120 en 120. 100 en 100 is 200. 40, 240. Oké. Okay. 240. 10 keer 6, dat weten we wel. Dat is 60. En nu tel je deze drie antwoorden bij elkaar op. Dus 200. En 200, oh, lelijke. En 240.
en 60. En dat is een getal van 3 cijfers. Het grootste getal wat wij ooit met rekenen hebben gehad, volgens mij. Jullie weten het. Wat doen we hier? Hoe maak ik 60? Lukt wel. Hier staat ook 60 poffertjes over 3 kinderen verdelen. Oh, 20 en 20 en 20 is 60. Maar dan heeft ieder kind er toch 20? Ja, ieder kind heeft er dan 20. 20 en 20 en 20 is 60. 3 keer 20 is natuurlijk ook 60. Hier en hier komen jullie wel uit. Wie anders niet de hond en de kat doet, doet het vandaag lekker ook niet. Succes ermee!